eventjes allemaal te wachten. Allee, hij ook. Hij zit daar. Hoort allemaal geritsel. Deze gaan we proberen afgeven. We hebben ik weet niet hoe lang hebben we tijd, dat we niet hier lang, maar ik kan het gewoon goed doen. Dus, stress. Niet normaal. Mijn is het hier gewoon op een gegeven moment. Altijd hoort je ook wel de achtergrond. Maar goed, we zijn er klaar voor. Dus we kregen het bericht dat Candypop richting hier ging gaan. Dus we zijn eens benieuwd. Ik bedoel, benieuwd. Dat is voor mij moeilijk. Nu zijn allemaal. Dus dat is even. Nou ja, waarom ik dat mondmasker op heb, dat weet ik niet, maar dat is even, zeker als je weet dat de kleine rat hier ook nog is, de kleine, is het ook wel wat je wilt dat ook niet dat hij buiten loopt, dus dat is een beetje spannend eigenlijk allemaal en ik wil toch wel het goed doen en ja, was er hier allemaal kruimeltjes en zo, zal ik allemaal wel eens laten zien, dus dat zijn ja, allemaal kruimeltjes, ja. Dus het is even bonkies in de hart. Yep. Oh, zo schattig. Oei. Ik geef het terug. Dat pak ik dan. Pak het dan. Nee, dat is leuk, dat moet ik niet meer hebben. Dat is helemaal zijn vader en mij. Ja, dan ga ik het aan u geven, hè. Ben je terug op de poep? Ik ga je even alles sjouwen. Nee, het is echt leuk om haar te ontmoeten. Dat is echt leuk. Ik denk dat ik al wat stil was, maar omdat Enzo er was, was het wel wat breek. Allee, dan was het wat bij. Allee, dat lukt niet ook al op te praten. Wat heb ik dus? Ik heb Enzo een trui. Ja, die heeft hem aangedaan, want hij wilde die absoluut aandoen. Dezelfde als de mijne. Wacht even. Dus, even laten zien. Eerst. De shower. Vandaag, whipsakee. Zie je hetzelfde? En hier staat dan Enzo. Want ze noemt hem ook Enzo. Zo. Wat hebben we nog? Dan gaat het een beetje aan het bekomen dat je al hoort. Dan heb je deze. Die heeft hem al te past. Heeft echt alles uitgepakt. Ze is al plastic. En hij dacht, dat pak ik al uit. Ja, je kunt tegen de kind niet zeggen, ja, de vlog moet nog eindigen op dat. Die kan ik misschien morgen, overmorgen aan op school. Zo, voilà. Show me. Prachtig toch, hè? Echt prachtig. En wat hebben we dan nog? Sorry voor het geruis, dat was goed na. Dan hebben we deze nog. Die ruikt goed, hè. Dat ruikt goed. Ik moet er zo'n beeldje van maken. Wacht. Deze, hè. Dat ruikt echt lekker. Ook strak. En dan heb je deze. Ik heb die andere er even onder gedaan, hè. En dan heb je dit. Nu weet je het kunt zien, want ik kan dat niet zien. Dan heb je dat kunnen zien. Dus ik ga ervan uit dat jullie dat kunnen zien. Dus echt super, ja, de kleinste natuurlijk, hè. Ik weet niet of ik het al laten zien heb, ik ben echt schattig. Echt heel mooi. Die heeft hem ook al aangehad trouwens, dus het is echt leuk, echt tof. Echt goed, super tof eigenlijk. Het zit daar echt met me goed, echt wel, weet, het staat me echt goed. Weet, ik zeg het, en hij ruikt lekker, en ja. Niet dat die anderen niet lekker ruiken, maar deze ruikt anders. Ja, ik hou van geur. Ik kan er niet aan doen. Als ik iets ruik, dan... Van goede geur bedoel ik dat wel verstaan. Dus... super tof eigenlijk. En nu ga ik... deze video afsluiten. Hopelijk vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En druk zeker ook op het belletje. En onder in de link staan... onder in de comments kunt u de links vinden waar dat je alles kunt vinden als je die persoon wilt volgen.